Hallo allemaal en welkom bij mijn vlog. Ik ben Marije en ik zit in de tweede klas van het VWS College Waltenbosch. Op Waltenbosch kan je HAVO, Atheneum en dan volgend jaar ook VWO Erasmus doen. Ik ga jullie vandaag meenemen en laten zien waarom ik vind dat Waltenbosch de leukste school van Apeldoorn is. Natuurlijk is het spannend als je van de basisschool naar de middelbare school gaat, maar daar heb je je mentor voor. Hi, ik ben Suzanne. Nou, Suzanne is niet mijn echte mentor, ze is mijn junior mentor. Ik ben junior mentor van de brugklas. Ik help mee met bijvoorbeeld de mentorlessen en als je vragen hebt kun je altijd naar me toe komen. Maar hier zit mijn echte mentor. Hallo meneer Verschuren, kan ik u even storen? Hoi Marije, jazeker. Mijn ouders en ik vonden de driehoeksgesprekken altijd weer erg prettig. Maar meneer, wat is dat nou eigenlijk? Dat zijn gesprekken die jij gaat presenteren aan je ouders en aan mij. Waarbij jij gaat vertellen over je doelen, over wat goed gaat en wat verbeterpunten zijn voor jou. Op het gebied van resultaten, maar zeker en nog belangrijker of je het hier naar je zin hebt. Ja, duidelijk. Zo, dat freestyle ik gewoon, hè? Oké, en dan gaan we nu naar mijn idee, het mooiste gedeelte van de school. Welkom bij het technasium. Wat is het technasium eigenlijk? Oh, sorry! Technasium is een geweldige keuzevak wat voor elk niveau te kiezen is. Het is out of the box denken, veel samenwerken en uiteindelijk een eindproduct opleveren voor je opdrachtgever. Bij Technasium krijg je een opdracht van een opdrachtgever, dus bijvoorbeeld Ruitenberg, Zero Quest, ProFish, ProRail en van onze eigen kantine. Daar krijg je een probleem van hun en dat probleem moet jij oplossen en aan hun proberen te verkopen. Dan. Zo, dat was leuk. Even denken, waar gaan we nu naartoe? Ik weet het, we gaan de kelder in. Gifted Media is een plusvak waar je voor kiest als je creatief bent. Voor creatieve personen die ervan houden om te dansen, zingen, acteren, bezig zijn met kunst of heel erg van filmen of monteren. En het is superleuk. Meestal per periode krijg je een project. Dat doe je dan of individueel of in groepjes. We maken hier ook toneelstukken en kunnen ook werken met de greenscreen en dan ook nog met Photoshop. Dus we zijn ook met de media heel erg bezig. En ze hebben zelfs vorig jaar hier beneden in de Gifted Media kelder een spookhuis gemaakt. En dat was echt super cool. En eng. Ja, en eng. Net zoals op de basisschool heb je gewoon talen. En dat is super leuk. Nou, behalve Frans dan, maar ja. Vanaf de brugklas kan je Cambridge Engels doen. Dat houdt in dat je de hele les Engels praat en dat je goed leert omgaan met de taal. Ook zorgt het ervoor dat zodra je examen hebt gehaald, dat je Engels praat op een hoog niveau. We hebben een supermooi studiecentrum, maar moeten wel heel stil zijn, want ze zijn keihard aan het werk. Kijk eens wie we daar hebben. Hey, Justian. Hey. Leuk shirt. Wat doet de Kakatoe Crew eigenlijk? De Kakatoe organiseert alle feesten op het Waltenbosch. Je hebt de organisatiekant en de techniekkant. En ik zit zelf bij de techniek. Ik heb een aantal vragen voor je. Hoe kan je nou het beste de show stelen op een feest? Nou, normaal draai ik een toffe lichtshow, maar met kerst trek ik toch weer mijn oude kerstman een pak uit. Ik ben heel goed in waterskiën. Zou ik dan ook mee kunnen doen aan Poppingkult? Nou, nee. Tenzij je heel goed gitaar kunt spelen tijdens het waterskiën. Laatste vraag voor de kijkers. Hoe kan je lid worden van de Kakatoe? Als jou het ook tof lijkt om themafeesten te organiseren, kan je je aanmelden bij een van de begeleiders van de Kakatoe. En misschien zie ik je dan wel. Oké, cool. We hebben een super gezonde kantine en ik ga jullie in live laten zien hoe je aan een gratis broodje komt. Hallo. Ik ben een vlog aan het maken. Zou ik misschien een gratis broodje mogen ter promotie? Dank jullie. Zo doe je dat. Ook doen we veel met sport. Als je een loodleerling bent, krijg je begeleiding bij het combineren van je topsport met school. En er zijn vaak sportieve activiteiten zoals Olympic Moves. Daar zijn we weer. Hallo. En dit is Laurens. Misschien leuk om te weten, maar we maken heel veel gebruik van het ICT op deze school. En we gebruiken bijna elke les onze laptop. Je kan ook het plusvak Nieuw Media kiezen en dat is superleuk. Je leert hier programmeren, films maken, zoals we nu aan het doen zijn, en photoshoppen. En dat gaan we jullie nu laten zien. Dit is een foto van de school en met verschillende layers kleed je het een beetje aan en krijg je een superleuk plaatje. Hé, Marije, vergeet je camera niet. Oh ja. Zo, we zijn bijna aan het einde gekomen van deze rondleiding. En Hé, mevrouw Vet. Heeft u nog iets wat echt in de vlog moet? Ja, absoluut, want Waltenbosch heeft als een van de 31 scholen in Nederland toestemming gekregen om versneld en verrijkt VWO te gaan aanbieden. En in dat kader hebben we nu een heel gaaf nieuw programma ontwikkeld en dat heet VWO Erasmus. En voor wie is dat dan? Nou, dat is voor leerlingen die heel leergierig zijn, die het ook leuk vinden om extra dingen te doen, extra uitdaging willen en op de basisschool dus ook al allerlei plusvakken hebben gedaan. En hoe werkt dat?
Nou, leerlingen hebben vooral de gelegenheid om heel veel zelfstandig te werken en ook echt in hun eigen tempo, dus je hoeft niet te wachten op de hele klas en zo. Maar wat het allerleukste is, is dat je werkt vooral in projectvorm. En een aantal projecten die worden door school aangeboden, maar ieder jaar heb je ook de gelegenheid om meerdere projecten zelf te kiezen. En dat kan van alles zijn, bijvoorbeeld sterrenkunde of iets met een computergame ontwerpen of mode. Het kan allemaal. Maar moet je dat dan allemaal alleen doen? Nee, natuurlijk niet. De leerlingen die krijgen allemaal een coach en die gaat hen helpen bij het maken van de juiste keuzes, het opstellen van je weektaak, het maken van de planning, hoe je moet leren. En daarnaast krijgen leerlingen ook allerlei workshops die speciaal aansluiten bij de projecten die ze doen. En dat kan zijn hoe je een goede presentatie neerzet of een slimme aanpak van problemen oplossen. Kortom, het wordt gewoon een hele nieuwe gave manier van onderwijs. Zo kijkers, dat was het Venus College van Waterbos. Ik vond het erg leuk om voor jullie te vloggen en ik ben benieuwd wat jullie ervan vonden. Wil je nou nog meer informatie? Bekijk dan onze website hier beneden of kom naar onze open dag of naar onze toedag. En hopelijk zie ik jullie nog een keertje terug op onze school. Doeg!